jullie kennen de Waddenzee wel, daar zit een rode draadworm. Maar hier, kijk, daar zit een gele draadworm. Hij kan wel 90 meter lang zijn. Maar wat het nou precies is, heeft een parachutevorm nog aanhangsel? Het is voor mij een vraag. Denken jullie mee? Goedemorgen, er waren nog wat vragen binnengekomen over communicatie aan boord. Ik laat jullie in deze video een korte uitleg zien wat wij hier in het kantoor hebben aan communicatiemiddelen. Allereerst, Garmin InReach. Hier communiceren wij heel veel mee met Marga. Dit doen wij door middel van korte tekstberichtjes. Hier zien jullie de VHF. Hiermee communiceren we onder meer met andere schepen. Daar rechts van zien jullie onze plotter. Hier achter zien jullie de stuurautomaat en ook de reservestuurautomaat. En dan hebben wij nog deze twee middelen. We hebben twee setphones. Eén om met de organisatie te communiceren en de andere voor familie en vrienden. En daarnaast ligt de beacon. En dat is onze wifi router. En hiermee versturen wij jullie deze filmpjes. Hey vrienden, even over het eten en de routine. 'S Ochtends maken we ontbijt. Dat is havermout met noten en andere spulletjes. En wat melkpoeder. Die doen we in deze canisters. Dubbele porties. Dan maken we meestal 's middags al warm eten. Dat is dit spul, Expedition Food. Het leuke is dat we van alles hebben uitgeprobeerd in de voorbereiding. En we vonden van alles lekker, maar nou niet meer. Dus het is soms echt met lange tanden eten. Onze smaak verandert een beetje. We doen er extra zout bij in. En dat doen we 's avonds ook, want we proberen zoveel mogelijk calorieën binnen te krijgen. Dat is heel belangrijk. En qua drinken, drinken we veel isotonen. We zitten op zo'n 5, 6 liter per dag wel. Dat is ook wel nodig. En dan maken we 's nachts nog een eiwitshakeje. Want onze spieren moeten ook herstellen. En tussendoor hebben we ook nog een snackpakket. En dat vonden we in het begin ook allemaal lekker. En nou ook niet meer. Dus er is een wilde ruilhandel ontstaan voor de muesli-repen en de beefy-worstjes en dergelijke. Dus dat is het zo'n beetje qua eten.